U zei het al, ik ben apotheker. Dit is een van de redenen waarom ik naar de Kamer ben gekomen, omdat het een probleem is dat al heel lang aanwezig is. Het was ook mijn eerste wetsvoorstel dat ik goedgekeurd gekregen heb. Mm-hmm. Toen was Vivaldi er nog niet, dus konden wij dat als oppositie nog een wetsvoorstel goedgekeurd krijgen. Maar, en nu komt het, de uitvoering van het wetsvoorstel dat meer dan 3 jaar geleden gestemd is, is er nog altijd niet. Een van de speerpunten was een vergoedingsmechanisme voor mensen die een ander doosje moeten bestellen bij hun apotheker en dus meer moeten betalen, dat de staat daar zou bijtreden. Het koninklijk besluit komt er niet. Minister Van den Broeke draalt nu al 4 jaar. Dat is toch wel essentieel voor consumenten die aangeven van ja, ik heb problemen, ik vind mijn medicijn niet en als ik het vind, moet ik een supplement betalen. Mm-hmm. En eigenlijk is het mijn schuld niet. Dus die uitvoering van die wet die is er nog niet. Dat moeten we absoluut doen. Gaan we daarmee het probleem volledig oplossen? Nee. We moeten naar een strategische autonomie gaan. Ook dat zeg ik al van in corona. We moeten ervoor zorgen dat we zelf medicijnen gaan produceren. En we moeten er ook voor zorgen dat we voorraden over voorraden in Europa beschikken. Ja. En daar is men wel aan het werk.